Harry, zijn we... Harry, wat zijn we nou aan het doen? Van die tafel af. Die is helemaal niet voor jou, die is voor de kandidaten. En deze hoed is van mij. Focus. We hebben vandaag een heel bijzonder groepje. Namelijk de sterren van de serie H3L. En die zijn natuurlijk wel het gewend. Ik wil geen niemand mag het weten relatie. What the fuck? Zolang hij op school hier rondloopt, is er tenminste iemand die nog gestoord is dan ik. Nice. Hier hebben we Sera. Heeft wel heel erg last van hoogtevrees, maar ze zegt dat ze alles opeet. We hebben hier Davy, is heel snel duizelig. Hij kotst snel en is bang voor spinnen. En als laatste hebben we Romy. Ze is chaotisch, durft alles, maar houdt niet van verrassingen. Ik ben Davy. Ik ben Sera. En ik ben Romy. En wij zijn van H3L. Ja, dat. Ik ga ze halen. We zijn neergestreken in het pittoreske Soest, waar we tussen de straaljagers en marinevliegtuigen onze nieuwe vrienden gaan onderwerpen aan de gruwelen van de Table of Terror. Hoe stoer zijn deze acteurs in het echt? Hoe hoog ligt hun pijngrens? Hoe sterk is hun maag? Ik heb er zin in. Klas H3L, ik heet jullie van harte welkom bij de Table of Terror. Ik voel een beetje jullie spanning. Ja, dat klopt. We gaan vandaag 8 opdrachten spelen. Je draait aan het rad. Er komt een leuke categorie uit. Voor een groene kan je 1 puntje verdienen. En voor een rode kan je 3 punten verdienen. Degene die de minste punten heeft aan het einde van de Table of Terror krijgt namelijk een handicap voor het finalespel. En geloof mij, die wil je niet. Oké. Dus jij mag beginnen. Oké. Geef hem een goede slinger. Ja. Dan gaan we ervoor. Ik moet niet naar kijken, want ik word duizelig. Oh, je wordt nu al duizelig? Ja. Oh, vies! Een drol! Ga je even voor de moeilijke drol? Kun je 3 punten verdienen? Ga je zo makkelijk 1. Doe maar lekker 3 punten. Moeilijk? 3 punten, ja. Oh, culinair hoogstandje. Speciaal voor jou. Vanochtend gelegd. Hou je van internationale gerechten? Ja, op zich. Ja, ja, vind ik wel lekker. Dat is mooi, Sera. Welkom in het Kale of Kammer restaurant, waar we culinaire hoogstandjes van over de hele wereld serveren. Vandaag op de kaart 5 lokale delicatessen waar je maag van omdraait. Lekker. Neemt u plaats in ons culinaire restaurant, alsjeblieft. Jullie mogen je vriendin vergezellen aan tafel. Oh, dat ruikt best lekker. Ruikt het best lekker? Beetje ragout. Zet de vlaggetjes bij de juiste gerechten en doe je er 3 van de 5 goed. Dan krijg je 3 punten van mij. Zo simpel is het. Ja, oké. Ik zou zeggen, ga er lekker voor. Zo, dat is niet lekker. Oh, gadver. Oké, dat is goed. Ja? Want ik hou wel van eten, dus ik doe wel een beetje... Wat had je nou net? Ik had kaas. Oh. Kijk uit. Jongens, hou ons restaurant even heel, hè? Wat is dit nou? Ja, zo. Oké, dit is pannenkoek. Nee. Wat is dit? Je moet er echt een hap nemen voordat je kan weten uit welk land dit komt. Ja. Hoe ga je het eten? Oké, wacht, wat zit erin dan? Oké, dit is... Zo. Wacht even voor. Harry, kunnen we deze kandidaat even helpen met dit ding? Je kan hier gewoon niet dichterbij staan, dan ga ik gewoon... Nee. Nou, dit is toch niet normaal? Dit is echt niet normaal. Heb jij ooit iets zo geroken? Nee, dit kan echt niet. Dave, zou je een happy nemen? Voor nog geen 1000 euro. Nee. Oh, het is haring. Wat is... Jij moet hem ook nog even ontgraten, ja. Zo. Respect, hoor. Ha ha ha!
Ruik even in mijn mond. Je hebt alle vijf dingen geproefd. Zet je drie vlaggetjes bij het juiste gerecht. Krijg je drie punten, ja? Ja. Oké, laten we beginnen met de kaas. Waar komt die vandaan? Die komt uit... Weet je van welk land die vlag is? Nee. Schotland. Schotland. Of is het... Ja. Welk land is die vlag, denk ik? Kroatië. Je hebt niet opgelet bij het open, maar nee, net. Ik heb helemaal niet. Nou, oké, ik laat het wel gewoon zo. Ja? Je moet drie goed hebben. Ja. Surströmming. Dat is verrotte haring en dat komt uit Zweden. Dat betekent dat die al fout is en dat betekent dat de kaas ook fout is. En die kaas, dat noemen we hervakaas, romadoekaas, komt uit België. Pannenkoek, dat heet injera. Ah. Maar dat komt uit Ethiopië. Zwarte ei heb je wel goed. Yes. Komt inderdaad uit Japan. Heerlijk, gefermenteerd, rot ei. Oh. Sorry. En die laatste had je ook goed. Dat is haggis, komt inderdaad uit Schotland. Je hebt er twee van de drie goed, dus geen punten voor jou. En verrotte vis. Geen punten. Ja, je hebt wel je best gedaan. Verdient ze een punt? Of zeggen jullie nee, we gaan door? Nou, ja, we gaan door. Nou, ik vind wel dat ze één punt moet krijgen voor die vis, hoor. Goed gedaan, mooi. Lieve schat, je krijgt één punt. We gaan door naar de Table of Terror. Hoppata. Meekomen. Romy, is jouw beurt. Oké. Okay. Waar hoop je op, Romy? Ik hoop. Ik weet niet, ik zie het wel. Oh. Oh. Ben je goed met prank calls, Romy? Nog nooit gedaan. Aan jou de keus. Ga je voor een makkelijke of een moeilijke opdracht? Dan doe maar een moeilijke. Ja? Een fietsbel. Heb je wel eens parachute gesprongen? Nee. Weet je wat een tandemsprong is? Nee. Dan zit je samen aan iemand vast. Oké. Je gaat namelijk een paracentrum bellen. Oké. En je moet drie vragen aan ze stellen. Krijg je een serieus antwoord, krijg je drie punten. Goedemiddag. Ik heb een vraagje. Ik ga voor de eerste keer parachute springen. Alleen ik ben dus best wel zenuwachtig. En soms krijg ik dan een beetje last van diarree. Is dat eigenlijk een probleem? Nee hoor. Nee? Oké, okay, ja, want ik ben ook nudist. En ik weet niet of het mogelijk is om naakt te springen. Ik weet niet, misschien op een plek. Nee. Zou ik toch wel heel bijzonder. Boven is het hartstikke koud. Dus oké. Okay. Nee, is niet mogelijk dus. Nee. Oké, okay, en dan had ik nog een vraag, want ik had gehoord over het tandem springen. Ja. Ik heb dus wel een mountainbike, maar ik heb geen tandem. Is dat erg? Nee. Nee? Oké, okay, dankjewel. Tot ziens, vrijdag. Holy shit. Hij was zo... Applausje. Wow, dat kan niet verwacht. Ja, het is een liever. Ik had echt niet verwacht dat die zou lukken. Oh my god, man. Nee! Ja! Nee! Oh, sorry. Oh. Het wordt vies. Oh nee, shit. Mijn vieze onderbroek. Oh nee. Oh man. Davy, ik zei net al dat het jouw geluksdag is. Ja. Deze opdracht hoef je namelijk niet alleen uit te voeren. Ah. Maar samen met je medekandidaten. Hey, dames. We gaan namelijk op reis en nemen mee veel te veel bagage. En dat kost tegenwoordig de nodige duiten. Maar onze kandidaten zijn natuurlijk super slim. En trekken gewoon al hun vakantiekleding al aan. Alleen het jammere is dat de Harry's de vuile was hebben ingepakt. Maar dat maakt het natuurlijk wel een stuk leuker. We hebben haast, want de vliegtuig vertrekt zo meteen. Jullie krijgen 1,5 minuut de tijd. Wie dan de meeste kleren aan heeft, wint. 3, 2, 1, go! Go! Kijk, ja? Ja, ik doe hem al. Oh, oké. Natuurlijk. De tijd loopt, jongens, de tijd loopt! Romy heeft al een shirt aangetrokken. En Davy heeft een broek met haar overaan een onderbroek. De hertensoep spuit alle kanten op. Ze pakt een BH'tje zelfs. Oh ja, speciaal voor jou. Davy heeft nog een tanktopje. Staat je goed? Hé, die is van mij. Harry, je hebt gewoon mijn kleren gepakt. Wat is het nou? Kom op, Romy, een tandje sneller. Kom op. De onderbroek van mijn moeder zit er ook in. Fantastisch. Jongens, schiet op, schiet op. Kom op, jongens, schiet op. Misschien een paar leuke schoenen aan. 3, 2, 1. Stop met omkleden. Eens even kijken of jullie door de security heen zijn gekomen. 1, 2, 3, 4. Hallo. Mooi. 5, 6, 7. 7 kledingstukken, Romy. Vinden jullie dit een applaus waard? Ja. 1, 2, 3. Dat is 4. 5. Ja, ja. Die broek, dat is 7. 8, 9. En dat is 10. Met die broek erbij, dat is 11. Oh. 11 stuks. Ga je hier overheen, is de vraag. Oh, je klapt voor jezelf. Inderdaad, doe maar lekker. Dat is 1, 2,
Dit gaat 10 worden, denk ik. Dat is 4, 5, dat is 6, 7, 8. Davy, gefeliciteerd. Ja, 1 puntje. Dankjewel. Goed gedaan. Omdat dit een gezamenlijk spel was, blijft de beurt bij Davy. Nieuwe ronde, nieuwe kansen. Ja hoor. Op nog meer ellende. Ja! Extreem. Ga je voor een makkelijke of een moeilijke? Voor 1 puntje, denk ik. In het kastje zit tollen. Word je snel duizelig? Oh. Ik word heel snel duizelig, ja. Dan is deze opdracht speciaal voor jou. Oh, no. Passagiers hebben altijd honger en dorst. Dus cabinepersoneel moet onder alle omstandigheden drankjes kunnen serveren. In deze challenge worden Davy's turbulentieskills beproefd. 1 teamblaadje champagne, dat moet toch lukken? Ben je klaar voor? Ja. Veel succes. We hebben 2 nooduitgangen voor en achter. Oké, daar gaan we. Ready for take-off. Ah, oh my god. Oh my god. 3, 2, 1. Ga maar serveren. Schiet op. Holy shit. Ja, opnieuw. Refill. Dit is echt niet normaal. Beste reizigers, houdt u alsjeblieft de stoelriemen vast in verband met turbulentie. 3, 2, 1. Succes. Oh nee, nee. Nee. Zo. Hey, kom op. Hou het binnen, hou ze recht. Kom op, lopen. En nog 20 seconden voordat het vliegtuig gaat landen. Kom op, schiet op. Kom op, Dave, we hebben honger. Ik heb voor jullie een lekker champagne. Ja hoor, het is een geluk. Davy, puntje voor jou. Romy staat veilig met 3 punten en Sera dreigt haar haardos te verliezen als ze niet snel wat punten scoort. En het wordt pijn. Woe. Ja, je hebt nog de volle keus. Ga je voor een makkelijk, kun je een punt pakken, maar ga je voor een moeilijke, pak je er 3. Doe maar even voor makkelijk. Hoeveel punten heb je op dit moment? Ja, oké, doe maar voor moeilijk. Whisky. De W van whisky. Als ik zeg Sierra, uniform, kilo, kilo, echo, lima, wat zeg ik dan? Op elk dekseltje past een potje. Nee, dit betekent het woord sukkel. Cello, 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 de emil. Sierra, uniform, kilo, et cetera. Dat is het NAVO-alfabet dat militairen en piloten gebruiken om woorden te spellen. Sierra is S, uniform, U, kilo, K, et cetera. Snap je? Ja. Ik spel zo in het NAVO-spellingsalfabet een woord, maar niet in de juiste volgorde. Schrijf de letters op en maak er een woord van. Simpel, toch? Ja, oké. Die piloten zitten natuurlijk in het vliegtuig onder enorme druk. Een enorme stressfactor. Daarom mogen jouw vrienden het extra moeilijk maken. Met harstrips. Harstrips? Oh. Oké, Sera. Ben je er klaar voor? Ja. Dan gaan we nu beginnen. Het eerste woord is lima. Oké. Het tweede woord is Yankee. Wacht. Het derde woord is Oscar. Het vierde woord is Romeo. Het vijfde woord is lima. En het zesde woord is tango. Auw, je moet dan de goede kant op trekken. Zijn het mensennamen? Het is een woord. Eén woord met z'n allen. Het is een militair alfabet, dus de eerste letter. Weet je nog? Ja. Heb je opgelet? Ja, nee. Nog 20 seconden. Ja. 5, 4, 3, 2, 1. Heb je een woord voor mij? Nee, ik heb geen woord. Je hebt gefaald. Dat is echt even helemaal in de error. Ik snap echt niet wat ik moet doen. Nou, je snapt het militaire alfabet wel, ja, toch? Ja, het eerste letter. Maar ik zag dat je een beetje afgeleid werd, of niet? Het woord was trolley. Dat zochten we. Trolley. Oké. 0 punten. Dat is gewoon gemeen. Ze zitten in mijn armen te harsen en dan... Ja, maar ze ook de opdracht, toch? Goed. De strijd is losgebarsten. We gaan door. Jij bent aan de beurt.
is fijn, ja, zou ik maar zeggen. Oké. Okay. Stewardessen zien er altijd heel mooi opgetost uit, toch? En je kent het spreekwoord wel. Wie mooi wil zijn, moet pijn lijden. Inderdaad. Een korset voor een strakke taille, snoepjes voor een frisse adem en elastiekjes, omdat het kan. 5 vragen goed beantwoorden en haar vrienden verzorgen de make-up. Hallo. Ah, dat komt goed hoor, een beetje zo plamuurtje. Het is een spelletje, hè? Oké. Als je een vraag fout beantwoordt, mag je vrienden losgaan. Davy heeft er in ieder geval heel veel zin in. Zeker, ja. Oké, vraag 1. Hoeveel kilo moet een stewardess kunnen tillen? Je mag er 3 kilo naast zitten. 35 kilo. 35? Ja. Het goede antwoord had moeten zijn 23 kilo. Dus je had 26 kilo maximaal kunnen zeggen. 35 is helaas te hoog. Dus... Nee, niet zo veel. Ja, komt het vliegtuig. Ja. Hap, nee, maar je moet hem happen. Ja. Oh. Romy, hoe smaakt het? Wat gaat er door je heen? Gambal. Dan gaan we door. Welke bron zorgt voor de grootste vervuiling rondom Schiphol? Auto's. Klopt, wegverkeer. Helemaal goed. Oh. Door welke laag verplaatst de luchtvaart zich? Luchtdruk? Ja, ik weet echt niet. Nee. Luchtdruk is fout. De ozonlaag. Het goede antwoord is de atmosfeer natuurlijk. Ja, het haar wordt netjes gemaakt. Oh mijn god. Jongens. Echt jongens. Ja. Oh, nee, maar doe het nu al. Oh mijn god, mijn neus. We gaan door. Bij het landen en opstijgen worden de lichten gedimd. Waarom is dat? Om aan te geven dat je je gordel moet dichtdoen. Fout. In het geval van een calamiteit zijn je ogen al gewend aan het donker. Dus vandaar dat de lampen uitgaan. Oké. Okay. Dames en heren, wat wordt de volgende? Een beetje sammel, denk ik, toch? Als de lipjes. Oh, ja. Oh, lippenstift, ja. Ja? Yeah. Zo. Je kijkt wel ook heel zielig. Oh, op, zeer. Nou, de lippenstift ziet er goed uit. Vraag 5, de laatste vraag aan die publiek. Hoeveel reisklassen heeft de vliegmaatschappij? Sorry? Hoeveel reisklassen heeft de vliegmaatschappij maximaal? 4? Fout, 3. Romy, je hebt geen punt verdiend. Nee, dat... Nee. Davy, we hebben nog 2 categorieën over. Prank call en extreem. Waar hoop je op, jongen? Ik ga natuurlijk voor de extreem. Ja? Extreme. Jij bent een extreme jongen, hè? Jazeker. Ga je gang. Wordt het prank call of wordt het extreme? Oei. Voor 1 punt. Ga je op vakantie? Ga je op vakantie, jongen? Ja. Naar New York City. Helaas, je gaat niet naar New York, maar naar Texel. Jij gaat een reisbureau bellen. Je moet ze 2 minuten aan de lijn houden. Oh. Lukt dat? Krijg je 1 punt. Ik heb hier alle zinnen die jij moet benoemen tijdens het telefoongesprek. En de telefoon. Succes, zet hem op. Al onze medewerkers zijn momenteel in gesprek. Een ogenblik geduld alstublieft. Goedemiddag, Natalie. Hoi, met Nick Rozen. Ik had een vraagje. Ik wil graag een luxe vakantie naar Texel boeken. Oké. Maar kan ik misschien op dat vliegveld dan assistentie krijgen? Naar Texel? Neem aan, ik doe gewoon Nederland, toch? Ja, hoe spel je Texel eigenlijk? Sorry? Ik ben een BN'er. En best wel bekend, zeg maar. En ik vroeg me af, kunnen we daar misschien iets mee doen? Dat ik misschien gratis kan vliegen. Ja, het is het daar. Daar ga ik eigenlijk niet zo over. Want zijn er nog vaccinaties die ik moet halen voor Texel? Nee, dat hoeft niet. Goed, Davy. Bedankt dat je mijn naam hebt verpest. Ja. Maar je hebt wel alle zinnen gezegd. En je hebt een punt verdiend, man. Gefeliciteerd. Ja, super. Applausje voor jou. Ja, ik doe het vaker, dus dat scheelt. Dan is de allerlaatste opdracht voor jou. De moeilijke extreem. Ja. Die wil je natuurlijk ook voor het laatst bewaren. Ja, ik ook. Een zuurstofmasker. Ja.
Stewardessen en stewards moeten af en toe even aan de zuurstof, want het is natuurlijk ook heel erg moeilijk en zwaar om op tijd je vliegtuig te halen als je net uit de ene bent gestapt. En daarom worden die stewards en stewardessen getraind. Dat gaan we vandaag ook doen. Welkom bij de Transfer Training Tracks. Aan jou de taak om dit heftige parcours af te leggen. En je strijdt niet tegen de tijd, nee, je strijdt tegen je eigen vrienden. Oh shit! Wie als eerste de finish bereikt, krijgt 3 punten. Deze strijd is ineens een stuk interessanter geworden. Wat zien jullie er prachtig uit. Dank je. Haal de finish met je koffer. En kijk uit voor lastige passagiers die klagen over vliegtuigmaaltijden. Wie als eerste finish haalt, krijgt 3 punten. Oeh. Klaar voor de start. Go! Oh, daar gaan ze! Oh, Romy wordt keihard geraakt hier door de Harry. En Sera, loop voorop! Romy, waar blijf je? Deven ligt op 2. Oh, oh, Sera heeft gewonnen! Ze pakte 3 punten. Zo, kom maar. Sera, gefeliciteerd, je hebt 3 punten. Dank je. Zijn jullie klaar voor de finale? Ja, kom maar door. Ja, bring it on. Wat een mooie warming-up dit. Met deze glorieuze overwinning heeft Sera nu 4 punten gehaald. 3 punten voor Davy en ook 3 punten voor Romy. Het gaat er dus ontspannen in de finale.